Overgewicht is een aandoening waarbij er sprake is van te veel vetweefsel in het lichaam. Dit ontstaat als je lichaam meer voedingsstoffen binnenkrijgt dan nodig is voor je energiebehoefte. Het overschot aan energie wordt door je lichaam als reservevoedsel opgeslagen in de vorm van vet. Overgewicht zorgt meestal niet direct ernstige lichamelijke klachten, maar verhoogt wel de kans op hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, suikerziekte en hoog cholesterolgehalte in het bloed. Ook kan het extra gewicht zorgen voor een zware belasting van je lichaam, waardoor je last kan krijgen van kortademigheid en gewichtsproblemen. Soms is erfelijkheid de oorzaak van overgewicht, maar de belangrijkste oorzaak van overgewicht is te veel eten en ongezond eten en te weinig lichaamsbeweging. Soms kunnen psychische factoren ook een rol spelen. Je kunt bijvoorbeeld meer gaan eten als reactie op verdriet, problemen of stress. Een van de meest gebruikte methodes om te zien als je overgewicht hebt, is het berekenen van je body mass index, ook wel BMI genoemd. Je berekent je BMI door je gewicht in kilogram te delen door het kwadraat van je lengte in meters. Aan de hand van een tabel kun je zien of je te zwaar bent. Bij volwassen moet je BMI een gezond gewicht hebben tussen 18,5 en 25 zitten. Als je BMI tussen 25 en 30 zit, dan is er sprake van overgewicht. Bij een BMI groter dan 30 spreken we van overgewicht of obesitas. Voor kinderen gebruik je dezelfde rekenmethode, maar dan is de BMI afhankelijk van hun leeftijd. De grens van overgewicht bij kinderen ligt bij een lagere BMI-waarde dan bij volwassenen. Bij jonge kinderen ligt de grens voor overgewicht rond de 18 en die loopt geleidelijk op tot 25 bij volwassenen. Op internet zijn tabellen te vinden met de verdeling voor kinderen. In sommige gevallen van overgewicht kan een operatie een oplossing zijn. Dit wordt alleen gedaan als er sprake is van extreem overgewicht. Meestal is het mogelijk om zelf af te vallen. Belangrijk bij het afvallen is dat je structureel een eetgewoonte en beweegpatroon aanpast. Alleen dan kun je een gezond gewicht blijven. Je huisarts kan meer informatie geven over de aandoening en de mogelijke behandelingen.